Welkom bij Topnemers, al een kleine 10 jaar. Iedere dinsdagavond interviewen wij 2 gasten. Een van die gasten is vandaag Bas van Abel. Bas, je bent, we kennen je van Fairphone en nu ben je actief met de Kliek. Eerst even een rondje langs de velden. De mensen die vaker kijken weten dat ik in Amsterdam-Oost zit. Dat Tekel in Amsterdam-Noord zit. Waar zit jij op dit moment? Ik zit in Utrecht. Op 3 hoog ongeveer. 2 hoog. Dus is dit je kantoor? Is dit je kamer? Nee, ik zit op bed van mijn zoon. Want ik ben veroordeeld tot, tot een paar weken lang familiequarantaine. Dus het is heerlijk. We hebben net niet genoeg kamers om een weerkamertje te openen. Dus ik zit echt van bed naar bed te rennen altijd. Ik heb nu in ieder geval het genoegen dat ik het grote bed van mijn zoon mag gebruiken. Ja, vind je het lastig, Bas? Is het ingewikkeld, deze periode? Nee, helemaal niet. Nee, ik vind, zakelijk is het wel pittig. Maar er komen ook wel weer uit, denk ik. Alleen wat ik merk is even thuis zijn en met de kids. En ik werk vrij veel. En ik word nu verplicht ook even in mijn family-positie geduwd. En ik moet zeggen, dat is ook wel heel prettig. Ik vind het ook wel heel leuk af en toe. Als ik zie dat ik gewoon weer lekker kan genieten van kaartspelletjes rond de tafel met de kids. Het klinkt stom, maar in die zin is het ook wel een beetje een zegen. En soms is de harde hand ook nodig om wat dingen aan de gang te zwengelen. Dus het is niet zwaar. Het is wel af en toe gewoon balen en wennen. Ja. Hey, wat doen jullie met de Kliek? Met de kliek halen wij met fietsen halen wij afval op bij restaurants. Wij noemen het grondstoffen, want wij geloven ook dat dat die biostromen wat voornamelijk zijn, dat we die die halen we op omdat we daar ook nieuwe producten van kunnen maken. Hoe het systeem werkt is wij helpen restaurants en cateraars met het scheiden van hun afval. In allerlei stromen, zoals sinaasappelschillen, koffiedrap, gekookt voedsel, ongekookt voedsel. Dat halen we met fietsen op, dat brengen we naar een hub. Op die hub daar doen we kleine verwerkingen en een soort opslag-overslag. En dan zorgen we dat terecht komt bij allerlei partijen die daar mooie dingen mee doen. En dingen die daarvan kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld een van onze partners, de Spielpioniers. Die maken daar esoterische oliën van sinaasappelschillen. En die worden weer gebruikt in bier en zeep. En dat zijn allemaal hele leuke producten die we ook weer terug kunnen verkopen aan de horeca. Dus aan de partij waar we de grondstoffen ophalen. Zodat we echt een hele kleine gesloten cirkel hebben. Waarbij we de stad als het ware als een grondstofleverancier zien. Is die kleine cirkel, is dat zeg maar, is voor jou ook dat wel de kern van het bedrijf, hè? Want wij hebben heel veel partijen aan tafel die in de technologie zitten en die schaalbare diensten willen starten. Eén keertje produceren, heel veel keren verkopen en internationaal binnenhalen. Dit klinkt als iets wat je op de fiets moet doen. Dat is misschien wel schaalbaar, maar dan is het zeg maar de schaal is, je hebt nu Utrecht en dan verhuis je naar de schaal Amsterdam of dan verhuis je naar de schaal Rotterdam of Groningen of wat dan ook. Wat zijn jullie ambities Utrecht of zijn jullie ambities de wereld? Nee, zeker niet. Het is zeker niet alleen Utrecht. Ik hou van systeemverandering. En dat heb ik met Fairphone natuurlijk ook. Een ander bedrijf waar ik vanaf het begin bij betrokken ben geweest, in de opstartfase ook. En ja, wat ik zo leuk vind aan systeemverandering vanuit een bedrijf, is dat je aan de ene kant heel praktisch echt met je voeten in de modder staat, dat je vanaf heel klein een bedrijfje moet opbouwen en echt met, ik zit het websiteje weer zelf in elkaar te zetten. Ik ben appjes aan het maken om de data te verzamelen van al die stromen. Dus we verzamelen ook echt alles wat we ophalen. Dus we weten precies wat er ook in de stad waar wordt opgehaald aan welke stromen. En dat begint gewoon klein. Maar onze ambitie, en dat maakt het ook echt wel een start-up, is dat we een blauwdruk ontwikkelen die kan opschalen naar andere steden. En dat hoeft niet eens Nederland te zijn. Dat kan gewoon dat kan over heel de wereld. Ik heb zoiets als we in het streng gereguleerde Nederland, als het ons lukt om van afvalstromen, zoals het nu nog wordt gezien,
om daar ook weer producten van te maken die ook als dus echt food-graded producten, dan moet het zeker lukken om ook in andere landen dat ook voor elkaar te krijgen. En het is, in die zin is het minder schaalbaar dan een softwareoplossing, maar dat is meestal met als je echt met producties zit. Maar het is wel degelijk iets wat wij willen opzetten op grote schaal. En om even een voorbeeld te noemen, willen groeien binnen een jaar naar, wat zal het zijn, ongeveer 100, 150 klanten. En daar halen wij dan, omgerekend zouden we daar iets van een ton aan grondstoffen per maand ophalen. Dus je hebt het wel degelijk over, 100.000 kilo per maand ophalen. Ja. Ja. Dus dat gaat best wel over volumes al. Hey Bas, we hebben de laatste tijd best wel veel start-ups bij ons aan tafel gehad. Die circulaire economie omarmen en daar een nieuw businessmodel op bedenken. Ook best een aantal die van koffiedrop, inkt gaan maken, dat soort zaken. Waarin onderscheiden jullie je nou van al dit soort initiatieven? Want het is duidelijk heel erg hot, de circulaire economie. Ja, nou, dat is ook een van de redenen waarom we dit zijn begonnen. En waarom ik dit ook een leuk bedrijf vind. Omdat, kijk, wat we hebben eigenlijk een dubbele doelstelling. Aan de ene kant zien we dat dit soort bedrijven waar je het nu over hebt, dat die echt behoefte hebben aan stromen die kwalitatief hoogwaardig zijn en niet vervuild zijn. Dus echt gewoon monostromen die bij de bron goed gescheiden zijn. Dus precies wat je zegt, er zijn steeds meer bedrijven die behoefte hebben. Alleen zie je dus dat al die bedrijfjes met fietsjes de stad ingaan en daar een beetje ophalen, daar een beetje. En we zien dat horecaondernemers en ook grootzakelijk, hè, want we zijn ook gewoon met grote partijen bezig, dat die eigenlijk ook bij gebaat zijn dat gewoon gestructureerd gaat gebeuren. Dat ze niet en hun afvalcontract hebben aan de ene kant en aan de andere kant die leuke initiatieven ondersteunen met de koffie apart zetten. Wat wij doen is dat we gewoon een totale oplossing bieden. Dat we zeggen van jongens, wij nemen vrijwel alle reststromen die jullie hebben, nemen wij van je over. Dus dat is het deel van het contract wat je ook niet gaat betalen aan de partijen waar je nu voor betaalt. En daar ga ik niet heel veel meer voor betalen. Het enige wat je moet doen is dat goed scheiden. Dat is één, daar beginnen we mee. Dus zorgen dat alles gewoon op een goede manier terechtkomt bij die partijen die er ook iets moois mee kunnen. Dus we gaan ook niet concurreren met die partijen, we zorgen ervoor dat ze juist geholpen zijn. Daarnaast is het zo dat we zien dat die partijen toch altijd een beetje blijven hangen in de kleine leuke initiatieven. En dat ze ook moeite hebben om echt die markt in te gaan. Om op te schalen. Je hebt ook schaal nodig, dat is gewoon ook de manier waarop de economie nog steeds werkt. Met schaal krijg je ook betere marges. En dan kan je ook beter concurreren. Nou, wat wij hebben gezegd is van, omdat wij al die contractrelaties met die partijen hebben. Dus we hebben gewoon eigenlijk via de achterdeur gaan wij daar naar binnen via een servicecontract. En dan kunnen we ook vrij makkelijk de acquisitie doen rondom producten voor die partijen die mooie producten maken. Want we hebben al een serviceafspraak met ze. Dus we kunnen ook gewoon zeggen, als jullie bijvoorbeeld goed scheiden, dan krijgen jullie kortingen. Hè, want de klanten bij ons die sparen punten, als het ware, als ze goed scheiden. Dus wij controleren de stromen. En als die dan goed gescheiden worden, krijgen ze korting op de producten die wij terug kunnen leveren. Dus voor ons zijn die customer acquisition costs die zijn vrij laag. Dus we kunnen vrij makkelijk de markt in. En we kunnen mooie, afhankelijkheden maken tussen wat er gebeurt aan die achterkant met die afvalscheiding en aan de voorkant met het inkopen van die producten. En er zit natuurlijk ook een heel mooi verhaal omheen voor die partij. Dus we zijn zowel een oplossing voor de stromen als een partij, een reseller naar de markt toe. Welke problemen komen jullie tegen? Want het verhaal is vrij simpel verteld. Maar ik neem aan dat de praktijk een stuk weerbarstiger is. Ja, kijk, het is niet voor niets dat ze met vrachtwagens die stad in gaan en alles op één hoop gooien en dan vervolgens naar de verbrandingsover rijden. De reden is dat gewoon goedkoper is. Dus wat nu gebeurt is dat er wordt gewoon niet gescheiden bij bij horeca eigenlijk heel weinig, laat ik zo zeggen. Wat er gescheiden wordt is papier, karton, glas en dan heb je rest.
En er zijn er een paar ondernemers die ook echt de moeite nemen om gekookt voedsel apart te laten ophalen. Daar betalen ze al meer voor. Hè, dus er is tegen alle logica in, betaal je meer om het beter te doen. Hè, want op het moment dat je eigenlijk je gekookt voedsel gewoon bij de peuken gooit en bij de andere dingen en het de verbrandingsoven gaat en energie wordt gemaakt, maar daarmee ook meteen je grondstoffen weg zijn, is eigenlijk gewoon goedkoper dan dat je het doet zoals wij het doen. Dus wij hebben al het probleem dat we iets doen wat eigenlijk gewoon meer moeite en geld en allerlei zaken belemmert in je business case. Dus dat is je grootste uitdaging. Hoe krijg je het voor elkaar dat je toch in die hoge, grote volume, lage marge business het gaat redden? Hey Bas, over business case gesproken. Pak ook even een vraag van Johan Schaap van Twitter. Die zegt, ja, we zitten nu in de corona-covid-periode. En ja, dat maakt ook wel een kwetsbaarheid duidelijk. Er komt nu toch echt heel weinig aanvoer vanuit de horeca jullie kant op. Heb je met dit soort dingen rekening gehouden? Nee, we hebben geen rekening gehouden toen wij dit begonnen, dat alle restaurants en alle kantoren zouden worden gesloten. Daar kan ik heel simpel over zijn. Ja, je ziet wat rook, maar... het wordt nu heel dramatisch. Nee, misschien moet ik dat even uitleggen, maar ik werd gechallenged, want ik zei, ik zit in mijn kantoor en ik werd gechallenged van, het is wel een mooie disco-omgeving. Ik zei, nou, ik zit mijn rookmachine aan, maar nou zien jullie het, jongens. We zien de rook komen. Kan die meer? Kan die nog op intenser? Jazeker, maar even wachten. Ja, daar komt hij hoor. Oh, er zit zelfs een geluidseffect. Oh mijn god. Geniaal. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar die volgende week. Waar die volgende week mee komt. Maar Bas, even terug op Stegels opmerking. Natuurlijk kan je daar niet op voorbereiden. Want we hebben ons allemaal hier niet op voor kunnen bereiden. Maar als dat gebeurt. Weet je wel, jij bent iemand die natuurlijk de problemen ziet. En tegelijkertijd heb je altijd moeilijke problemen willen aanpakken. Ja. Dat heb je met Fairphone ook gedaan. Dus voor problemen ga jij niet uit de weg. Maar wat doet dit met je? Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel zuur. Wij zaten midden in een investeringsronde. Dus even los van dat we de helft van ons inkomen zijn kwijtgeraakt door deze situatie. Omdat de restaurants hebben nu geen stromen meer die wij hoeven op te halen. En we hebben ook een aanbod gedaan aan de restaurants, ondanks dat ze gewoon een verplichting hebben om die... rondom die contracten hebben gezegd van joh, als we niks ophalen, dan zullen we ervoor zorgen dat je niet het volle pond hoeft te betalen. Dus we zijn sowieso de helft van ons inkomen kwijt. Maar wat voor ons nog veel, voor de meeste start-ups, en dat is het vervelende bij start-ups. Je bent in deze fase gewoon afhankelijk nog van investeringen. Wij kunnen niet, het bedrijf is nog niet... kan nog niet organisch groeien. Dus we hebben niet meer inkomsten dan dat we aan kosten hebben. Sterker nog, we hebben voor veel meer kosten dan dat we aan inkomsten hebben. Dus dat betekent dat je investeringen nodig hebt. Nou, we zaten net op het punt dat we een ronde eigenlijk succesvol gingen afronden. En die investeerders die hebben gezegd van ja, we wachten de situatie even af. De consequentie daarvan is dat wij per direct gewoon alle lonen stop hebben moeten zetten. We weten dat dat tijdelijk is en we komen daar ook wel overheen. Maar het is best zuur dat mensen die al best veel tijd erin hebben gestoken, ook eigen uren hard gewerkt hebben om hier te komen. Dat je dan in één keer ziet van, oh shit, nou we moeten alles on hold zetten. Voor een start-up, we zijn ook daarop voorbereid. Hè? Dus om het niet te dramatisch te maken, het is ook zo dat je weet dat een investeringsronde... kan vertragen, dat die niet doorgaat, dat je op een andere manier geld moet zoeken. Dus je weet altijd, er is altijd een fallback scenario van jongens, we moeten voor NOP gaan werken en we moeten die boel draaiende houden. Nou, dat lukt ons ook wel. Alleen, ja, het is wel heel zuur. Het is, deze zagen we niet aankomen, nee. En het nare is dat we gewoon niet weten hoe lang het duurt. Maar het leuke is, en dat vind ik ook weer fantastisch aan zo'n team, omdat je een klein bedrijf hebt, snel kan schakelen.
We zijn rond de tafel gaan zitten. Ze hebben van, nou ja, de horeca gaat het niet worden, even een tijdje. Maar we waren wel al lang bezig, ook met hele grote klanten. Ja, denk aan de jaarbeurs, NS-stations, grote binnenstedelijke organisaties die gewoon een aantal van die restaurants onder hun hoede hebben. En daar waren we al, op aan het inzetten. Alleen hebben we dat nu gewoon versneld. En we hebben gezegd van, weet je, we moeten eigenlijk gewoon die grote partijen ook een soort van vragen. We gaan ook niet nu keihard zitten verkopen. Maar we gaan ze vragen of zij ons kunnen helpen om in ieder geval op het moment dat we weer verder kunnen, om ervoor te zorgen dat die kleinere bedrijven zoals wij, maar ook gewoon die andere partijen die in die keten, want al die, wat ik zei, wij werken ook gewoon juist voor die ondernemingen die die opwerkingen doen en die ook klein zijn en ook eigenlijk gewoon die economische verandering willen aanzwengelen. En zeg van, jongens, jullie zijn nu juist in de perfecte situatie om ons te ondersteunen daarop. En ja, het kost je niks meer, maar en je hebt nu zelfs de ruimte. Hè, zo, bijvoorbeeld als je kijkt naar het NS-station, ja, dat, volgens mij Utrecht Centraal is helemaal leeg. Hè, dus het is prima tijd om te gaan inventariseren van, nou, wat kunnen we precies met die stroom allemaal gaan doen? Dus, en die bedrijven zullen niet omvallen. Dus in die zin, het brengt ook weer gewoon nieuwe inzichten en nieuwe. Je gaat gewoon een andere manier, ga je op zoek weer naar hoe je het kan regelen. Hey, Erwin zei net al, wij kennen jou natuurlijk van Fairphone, een prachtig initiatief waar jij de founder van was en waar je afscheid van genomen hebt in de operationele zin. Hè? Je zit nog wel in de board, dus je bent nog wel betrokken bij het bedrijf. Zeker, ja. Johan Schaap die vraagt, en dat vind ik eigenlijk een interessante vraag, Fairphone, is daar nu niet meer behoefte aan dan ooit? Heb je eigenlijk niet te vroeg afstand genomen van de operatie daar? Het lijkt me echt momentum nu. Ja, nou ja, kijk, zeker. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt als je zegt van daar is nu momentum voor. We zien, ja, ik moet wel eerlijk bekennen, we zien ook bij Fairphone dat daar mensen toch wat afwachtender zijn in het doen van aankopen op dit moment. Merken jullie dat echt direct bij zo'n coronacrisis? Ja, we hadden, nou ja, kijk, dat heeft ook te maken met dat wij juist bezig waren met het uitrollen naar winkels, hè, naar distributeurs. Bijvoorbeeld in Frankrijk bij Orange liggen we in 600 winkels nu. We haalden daar ook gewoon onze omzet uit. En nu zijn we volledig weer teruggegaan naar de online verkoop. Dat was al een groot deel van wat we deden. Alleen was nou net de strategie dat we veel meer ook zichtbaar zouden worden in de winkels. Wat je ziet is dat aan de ene kant mensen natuurlijk wel meer thuis zitten, meer online zitten. Maar we merken ook bij Fairphone dat we het gewoon ook echt moeten hebben van PR en van reuring en activiteiten. En wij doen gewoon heel veel in de keten. En die teams zitten ook niet. We hebben een team in China, dat kan niet in Nederland. We hebben in Nederland een team. We hebben in Congo hebben projecten lopen. Kijk, we kunnen ook geen verslaglegging doen van alles wat daar gebeurt. We merken het. En dat is echt heel jammer voor bedrijven, inderdaad, zoals Fairphone en ook de Kliek. Die eigenlijk precies op het moment eigenlijk ook gewoon dit een kans zou moeten zijn. En dat zie ik ook wel zo dat op de middellange termijn ook zo is. Maar ook wij hebben gewoon ontzettend last van deze economische situatie. Dat is gewoon, dat geldt voor iedereen. Nee, Bas, wat leren jullie hiervan? Want kijk, we hebben natuurlijk een periode achter de rug van 20 jaar of nog veel langer economische voorspoed, waarin alleen maar groei was en crisis van deze omvang en fantasie was uit de boeken en films. Leer jij hier iets van? Ja, nou ja, ik denk dat leren. Je leert in zoverre. Laat ik het anders vragen. Waar denk jij over na als het gaat over de dingen die jij doet? Dus bedrijven opzetten. Je bent betrokken, je bent involved. Je hebt die Fairphone was een telefoon die recht wilde doen aan grondstoffen en het herbruikbaar wilde maken. De Kliek werd al gezegd van telefoon maken naar schillenboer.
Bij Klieken wil je nu echt de circulaire economie op poten zetten. Maar jullie zijn ook, net als iedereen, ongelooflijk kwetsbaar voor elke vorm van crisis. Ja, maar dat ben je als startende ondernemer sowieso. He, dus in die zin, ik denk dat de manier waarop wij kunnen wenden, ook nog in de fase van ondernemen, hoe groter het wordt, hoe moeilijker dat wordt. Ja, continuïteit is gewoon een groot risico voor onze fase. Maar ik denk dat het sentiment wat er speelt en even het leren, wat je leert. En kijk, een van de dingen die ik zo fantastisch vind aan Fairphone bijvoorbeeld, maar dat heeft de Klieken in zekere zin ook, is dat het... Het heeft natuurlijk aan de ene kant de boodschap van, joh, koop mijn product. Maar aan de andere kant heeft het ook de boodschap van, ja, maar wacht even. Moeten we niet in een soort van de consumentenquarantaine? Ja, je moet zeggen, het is ook een consumentenquarantaine waar we nu ingezet worden. Van, joh, misschien is dat altijd maar moeten kopen niet zo, ja, niet het belangrijkste. En het enige wat ik hoop natuurlijk, en dat is natuurlijk het dilemma van een bedrijf, wat in de kern zegt, bijna op een filosofisch niveau, met alles wat we creëren, maken we ook dingen kapot. En ik denk dat nou de kern is van een sociale onderneming, dat je daarover nadenkt. Het gaat over ander economisch denken, maar het grote, en dat heb ik echt binnen Fairphone geleerd, en daar ben ik ook echt bijna om onderdoor gegaan ook, is... De grote les voor mij is, als je het systeem wil gaan veranderen, dan moet je ook accepteren dat je volgens de regels van dat systeem moet gaan werken. He, je wordt gedicteerd door de regels van het systeem wat je wil veranderen. Het betekent dus dat je ook moet meebewegen. En dus wij hebben last van die crisis net zo goed, omdat we ook geen producten kunnen verkopen. Al zouden we willen dat de mensen niet zoveel producten kochten als dat ze voorheen deden. Maar toch zeg ik van, ja, maar koop dan in ieder geval toch die Fairphone. He, dus het blijft, weet je, ik vind dat dilemma ook heel leuk. Hè? Anders zou ik dat namelijk niet doen. En dat is ook systeemverandering. Systeemverandering is moeilijk, omdat het namelijk die twee kanten heeft. Je kan niet zomaar zeggen, we gaan het in één keer allemaal anders doen. Je moet ook accepteren dat het op een bepaalde manier gebeurt. En ja, en even op Johan terug te komen op de vraag van, ben ik niet te vroeg weggegaan? Ik wil nog even wel duidelijk maken, het is een persoonlijke reden waarom ik denk dat ik gewoon niet de juiste ben voor die groei. Fairphone moet nu echt naar een paar honderd miljoen. We hebben het niet over een bedrijf wat 30, 40 miljoen omdraait, omzet draait. Ik heb het best ver gebracht in die zin. Maar dat is gewoon niet mijn kwaliteit. Dus ik weet zeker dat ik niet te vroeg ben weggegaan. Misschien sterker nog te lang ben gebleven. Maar in die zin denk ik, is even de vraag... hoe kan ik binnen mijn rol nu het beste bijdragen aan Fairphone? En ik denk dat een van de dingen waar Fairphone ook behoefte aan heeft, maar ook waar de Kliek behoefte aan heeft, is dat mensen, we hebben natuurlijk hele lage marketingbudgetten, maar dat mensen gewoon het onder de aandacht brengen. Als je kijkt bij Fairphone, de naamsbekendheid voor Fairphone in Nederland, ja, die zit ergens tegen die 10% aan. Ja, dat is vrij weinig. En dat schept ook heel veel hoop. Dat betekent namelijk, als mensen het kennen en erover praten, ja, dan zal het ook wel, ik denk juist met dit verhaal, dat mensen eerder geneigd zijn om een product te kopen, inderdaad, wat zegt, jongens, als je mij koopt, dan hoef je in ieder geval niet elke twee jaar een nieuwe telefoon te kopen, want wij zorgen ervoor dat jij hem in ieder geval langer kan gebruiken. Ik denk dat zeker langer beter gaat resoneren na deze crisis. En ik ben wat dat betreft een grote optimist. Hey, heb je wel eens in die afgelopen periode, want als we teruglezen, dan heb je een periode gehad toen je nog bij Fairphone zat, dat je er even helemaal doorheen zat. En dan ben je weer zo. Heb je wel eens gedacht van, laat ik nou eens wat makkelijks gaan doen? Ja, nou ja, kijk, dat dacht ik eigenlijk te doen na Fairphone. Ik heb kunstacademie, of nadat ik gestopt was als CEO, maar ik ging toen sabbatical doen. Ik had een jaar ongeveer in gedachten. En ik heb kunstacademie gedaan, dus ik dacht, gaan we iets met kunst doen. In ieder geval iets waarbij niemand mij vraagt, wat is de business case? Ja. daar had ik vooral behoefte aan. En, en toen moet ik Anja Tjerjakova, en die had het idee van de Kliek al in de hoofd zitten. Dat heette toen nog niet de Kliek, maar ze had zoiets van, ja, en die had mij al zitten stokken, blijkbaar, toen ik nog bij Fairphone zat. Maar die zag dat ik inderdaad... gestopt was als CEO, en die vroeg mij voor een kopje koffie hier in Utrecht. En die vertelde dat ze zelf met de fiets op een gegeven moment bij consumenten thuis
gescheiden het afval is gaan ophalen, omdat de gemeente niet meer, dus gewoon niet de schillen apart wilde ophalen. En dat ze daardoor ook het gemeentehuis niet meer in mocht. En toen dacht ik, ja, dit is toch ook fantastisch. Dit kan ik toch niet laten gaan. Ik had meteen zoiets, ja, hier wil ik aan meewerken. En ik zat 4 maanden later, dus nadat ik bij Fairphone de gedag had gezegd als CEO, zat ik bij de notaris met Anja het bedrijf de kliek op te richten. Terwijl, ja, daar ging mijn sabbatical. Dus, op de vraag van, word ik wel eens moe van mezelf? Ja, best wel. dat gebeurt wel eens. Dus ik denk dat deze coronavakantie, zoals de kinderen het noemen, dat die voor mij op zich ook nog wel wat de rust geeft die ik misschien niet genoeg heb genomen na mijn avontuur met Fairphone. Maar het is ook de kick. Hè. Met Fairphone ben ik inderdaad letterlijk omgevallen. Daar heeft mijn vrouw me even bij de crisisdienst die bij de GGZ moeten afleveren. Dus ik ben wel echt ver gegaan in die zin. Maar ik zou het allemaal opnieuw doen. Als ik kijk gewoon hoe ongelooflijk fantastisch zo'n avontuur is met het opzetten van het bedrijf en dat hele begin en het tot stand komen, maar ook de problemen waar je tegenaan komt en gewoon heel snel moeten schakelen. Ik merk ook dat ik hoe gek het ook klinkt, ook een beetje blij word van de crisis. Dat ik denk van, dat misschien moet je voorzichtig mee zijn dat ze denken, want het gaat nou echt niet om alle ellende die er is, maar gewoon zelf. Dat is wel een goede kop, hè, over een artikel. Nee, daarom niet doen. Maar begrijp me niet verkeerd. Het gaat hier echt gewoon om mijn reactie op het kunnen oplossen van iets. Met hele zware problemen, dan raak ik gewoon wel opgewonden, ja. Ja, jij ziet meteen ook bij een probleem, dan gaat de adrenaline ook bij je werken van, wat kunnen we hiermee, of hoe moeten we ons bedrijf anders organiseren, of waar zitten toch de kansen? Dat is wat het bij je in je hoofd doet. Ja. Je kan, ik vind het heel leuk om een heel groot probleem, ook onverwachte problemen op te lossen. En ik denk dat dat ook de creativiteit van ondernemers is. En ik denk dat we dat ook zeker zullen gaan zien in de komende periode. Dat er gewoon heel veel creativiteit ontstaat die gewoon niet nodig was. Want we zaten op zich best wel oké met z'n allen. Ik vind ook wel mooi wat je zegt, Bas. Want je zegt ook eigenlijk van, weet je, die beginfase van Fairphone, een prachtig bedrijf. Daar was ik in mijn rol. Op het moment dat het doorgeschaald moet worden, dan ben ik misschien niet de juiste persoon. Nu zit je weer in die rol, hè, van iets opbouwen. Ik vind het eigenlijk wel mooi als mensen de zelfkennis hebben om ook te zeggen van, nou, weet je, ja, dat moet dan dus iemand anders gaan doen. En ik ben hier goed in en daar niet. Dat voel je op een gegeven moment ook. Hè. Ik bedoel, een deel van de reden waarom ik ook echt burn-out ging, was omdat ik echt al heel lang ook dingen aan het doen was die ik ook, ja, weet je, als je elke dag naar je werk gaat en alles wat je doet, maar meer dan de helft van wat je doet, dat je dat nog nooit gedaan hebt en dat het ook nog eens werk is wat je niet helemaal ligt, ja, dan het aansturen van de managementteam. Ik vergelijk het altijd een beetje met zo'n voetbalwedstrijd, hè. Ik ben iemand die, ik weet niet of jullie kinderen hebben, maar als je een bal in het veld gooit bij een stel kinderen, dan krijg je een kluitje en dan is degene die het hardst rent, die schopt hem erin. Nou, dat ben ik. En op het moment dat je op positie moet gaan spelen, dan word ik al een beetje kribbelig. Van ja, maar waarom moet ik op die positie blijven? En dan wordt het al een beetje van, maar het zal wel moeten. Maar zet me alsjeblieft niet langs de lijn om instructies te geven, want dan ga ik me vervelen. Een aanvullende vraag van Johan Schaap, die natuurlijk wel relevant is. Gaat Bas dit keer op het juiste moment stoppen? Ja, kijk, dat is een terechte vraag, Johan. Bij Fairphone het juiste moment was, ik denk dat ik voor het bedrijf niet te lang ben gebleven. En ik zei net wel van, misschien ben ik te lang gebleven. Ik denk dat ik voor mezelf misschien toch iets te veel van mezelf heb gevraagd. Er zijn natuurlijk meerdere redenen geweest waarom het misging en niet er speelde van alles. Daar heb ik van geleerd. Dus wat ik vooral ontzettend leuk vind binnen de kliek, is dat Anja is de CEO. Ik ben zelf niet de CEO.
ik ben niet alleen. Dat heb ik, dat is een van de wijze lessen voor mezelf. Ik ga niet meer een bedrijf opstarten alleen en mezelf in een fuik voelen trekken waar ik niet meer uit kan, omdat het allemaal op mij terechtkomt. Dat is echt een verademing om het samen met iemand te doen. We zijn nu met een driekoppige directie, dus dat is helemaal. We zijn met meer directeuren dan werknemers. Fantastish. Dus we hebben heel veel, gespreide verantwoordelijkheid. En ik heb ook geleerd van hoe je, ja, dat je een bedrijf ook wel goed moet funden. Ik heb, je kan te lang wachten ook met investeringen aantrekken. Dan hebben we bij Fairphone, heb ik dat wel gevoeld. We hebben echt gewoon een paar jaar hebben wij op een runway van 2-3 maanden moeten managen. Dan word je gek. Ik vind het heel leuk om het bedrijf mee te helpen opbouwen. Ik vind het heel leuk om dingen heel praktisch te doen. Ik vind het ook heel leuk om dingen heel strategisch te doen. Maar alles wat daartussenin zit aan operatie inrichten en managen, daar heb ik even van gezegd, dat is niet mijn rol binnen de kliek. Dus ik ben nu de CFO en de IT-specialist. Ja. En ik ben de merkbouwer. Maar ik ben vooral niet de manager in het bedrijf. En ik denk dat ik dat heel lang ga volhouden. Hey Bas, ik vind het fantastisch. Ik wens je ongelooflijk veel succes. Want ik hou ontzettend van ondernemers die een betere wereld belangrijker vinden dan wat dan ook. En door twee in serie dit soort ondernemingen op te starten, heb jij bewezen dat je hart op de juiste plek zit. Dankjewel, dat vind ik heel lief. Succes. Als ik de aftitel ga doen, doe jij nog eventjes je rookmachine aan? Oké, okay, ik wil hem net uitgezet met een knal natuurlijk. Ja, ik heb hem net uitgezet, man. Ja. Oh, ja, zet hem nog even aan. Want is dan moet hij weer opwarmen. Dan doen we volgende keer een uitzending met alleen rook. Volgende keer met alleen rook. Ja, dat gaan we doen. Okay. Bedankt zoals altijd. In ieder geval PQR, Jetstream, Bier&Co en Freedom Lab. We zijn er iedere dinsdagavond. Dus volgende week ook weer. Dag allemaal.